jij nooit dat je in je gedachtenpatronen toch weer vanzelf verzandt? En wat? Dingen uit je verleden, dingen die opgelegd zijn en dat je... Ik heb soms een paar minuutjes dat er eens een keer iets verschijnt. Is het ook niet een soort automatisme, of heb je dat wel gehad, een soort automatisme die dan voordat je door hebt in je denkpatronen verzand bent? En nu niet meer, maar uiteraard vroeger was ik de hele tijd zo, net als iedereen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar wat gebeurt hier eigenlijk. Omdat ik dat onuitstaanbaar vond. Ja. Ja, heb je hem. Ja. Hoe meer je opruimt en hoe meer onderzoek er plaatsvindt naar wat is zijn, op een gegeven moment word je leger en leger. En niet dat je je geheugen kwijtraakt, maar je raakt in feite je verleden kwijt. In de zin van, er zijn geen ladingen. Dus ik weet nog dat ik 8 jaar of whatever depressief, suicidaal, zuipend, blowend rondliep. Maar ik voel niks. Het is alsof ik het in een boek gelezen heb. Weet je wel? Of zoiets. Dus een herinnering kan komen, maar het heeft gewoon weinig impact. En er komen heel weinig herinneringen. Tenzij dat een nuttige context is. Want ik heb niet zo'n interesse in mijn of jouw verleden. Ik vind het niet zo boeiend. What is actually here krijgt veel meer aandacht. Is dat bij jou echt inmiddels een automatisme dat je altijd hier bent? Altijd. Jij bent ook altijd hier, alleen mij valt dat op en jou blijkbaar niet. Er is niks anders als hier. Schijnbaar, maar niet in realiteit. Ook het afgeleid zijn gebeurt hier. Er is niks anders. Daarom zijn we niet bewust van het hier. Ja, dat is het enige verschil. Omdat we zitten te denken constant. Ja, we noemen dat denken. Ik noem dat geen denken eigenlijk, maar ja, zo noemen we dat. Hoe zou je het dan noemen? Kijk, werkelijk denken is gewoon een effectief proces. Hoe zit iets? Tak, tak, tak. Oh, zo zit dat. Dat is denken. Wat wij doen is, oh, als we maar niet dit. En ja, toen was er ook al, dat is geen denken, dat is neurose. Ik zit wel vaak te mijmeren ook. Ja, dat is ook neurotisch. Maar een iets zachtere vorm. Ja, dat zou kunnen, ja. Een beetje, dus ook niet echt present zijn. Hè? Dan ben ik dus niet echt present. Maar voilà. Mijmeren heeft toch ook, is niet geheel zinloos volgens mij. Oh. Want ik krijg toch wel een goede idee vaak, of hoe ik dingen wil aanpakken, of zo'n soort dingen meer. Dan moet je het lekker laten zo. Het blijft een beetje een dilemma. Aan de ene, soms wel, en soms ook weer niet. Nou, dan kijk of je de macht hebt om dat soms niet uit te schakelen en het soms wel te houden. Ja, dat doe ik al over 20 jaar, ja. Ja, dat bedoel ik dus, en daar ga je dus niet over. Nee. Maar wat je wel zal merken, hoe meer je opruimt en hoe meer inzicht er al staat, hoe minder gemijmer er zal zijn. Ja, en dan komen er nog steeds ideeën voor liedjes. Ja. Want daar heb je geen gemijmer voor nodig. Maar dat ben ik toch aan mijmeren, dat is toch weer niet helemaal zinloos. En waar leg ik nou die grens? Dat vind ik gewoon heel lastig. Ik kan je alleen maar zeggen, hoe meer inzicht er ontstaat en hoe leger je wordt, hoe minder dat zal plaatsvinden. En dan komen dingen gewoon zo. Ja, je gaat er dan niet mee aan de gang of zo verder. Voilà. En niet al dat gedoe. En wat je ook wellicht kunt zien, is dat een hele hoop van die verzonnen oplossingen voor verzonnen problemen eigenlijk gewoon niet ter zake doende zijn. Het is gewoon opvulsel van de stilte. Ja, dat is het ook wel erger. Want het is veel gezelliger dan het. Nou, voilà. Zolang je dus dat zo voelt, zal daar weinig in verschuiven. Op het moment dat er iets opstaat van en nou is het afgelopen, waar je niet over gaat, dan komt dat moment of niet, dan is het gauw afgelopen. Dus, ja, maar om het kunnen maken, moeten we, gaan we denken. Gaan we vooruit denken of wat straks... Nee, stop. Ja. Denken, nogmaals, en neurose zijn twee verschillende dingen. Ik heb niets tegen effectief denken. Hoe maak ik iets? Gemijmer is gewoon weerstand tegen aanwezigheid, het opvullen van leegte. Ik vind het zo lastig om het onderscheid daarin te doen. Ja, nou, ik niet. Ja, maar vaak ga ik je toch de weg kwijt, want er zit toch mensen. Dat je de weg kwijt bent, is mij duidelijk. Ja,
Nou, dat zeg ik dus vaker. Het woordje mind is heel mooi. To mind betekent ergens iets tegen hebben. Zodra er enige vorm van contractie is, en dus mind ontstaat, is er altijd iets voor en tegen. It's part of the game. Dan komt er dus een soort energietje op gang om daar iets aan te willen veranderen. Of het nou anderen helpen is, zoals we al gehoord hebben, of dingen hier opruimen of de wereld redden, of weet ik veel, marsmannetjes, oranje verf geven, something. Er wordt iets verzonnen waar iets aan gedaan moet worden. Hoe kom je van dat toneel vandaan? Ja, gewoon erin te zien dat je er niet op staat. Dus eerst denk je dat je op het toneel staat, en dat is allemaal heel belangrijk wat daar gebeurt. Als er enig besef begint te komen, dan krijg je door dat het dus een toneelstuk is. Dat maakt het al wat minder dramatisch. Het is niet echt. Vervolgens kun je realiseren dat je eigenlijk in de zaal zit toe te kijken. Dus je hebt er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Je hoeft niet eens te kijken naar al die aanstellerij in die rare pakken. En nog weer verder besef je dat er niet eens een theater is. Het hele gebeuren is in het kosmisch theater, zou ik maar zeggen. Het theater van de lach. Zeg maar op geestelijk vlak, op mindvlak, dat ik die wel kon doorzien. Ik ben best wel heel erg ziek geweest, bijvoorbeeld. Ik merkte van, ik was steeds bezig, ik moet beter worden, ik moet weer kunnen functioneren, ik moet... En ik werd helemaal gek, want ik was echt zo ziek, dat het niet hielp ook. Dus toen dacht ik van, misschien moet ik gewoon accepteren, dit is gewoon, de rest van mijn leven ga ik me gewoon zo voelen. Dus... Dat lijkt me overdreven, maar gewoon inzien dat het nu zo is. En dat erop vooruit lopen, dat is eigenlijk weer de druk de andere kant op. Hè? Ja. Dus hou het gewoon met hoe het is. En zo fysiek is het niet, want het lijden eraan is een overtuigingsissue. Namelijk dat je zoveel energie zou moeten hebben en dat dit en dat verschijnsel er niet zou moeten zijn. Dat heeft niks met de feitelijke fysieke toestand te maken, met wat er van gevonden wordt. De meest simpele houding is... Als er pijn is, oké, blijkbaar is er nu pijn te ervaren. That's my job today. Weet je wel, en als er energie is, blijkbaar moet ik werken vandaag. Weet je wel, oké, that's my job. Als er angst is, blijkbaar moet ik nu angst ervaren. That's my job. Als er vrijheid en liefde is, blijkbaar moet ik dat ervaren. That's my job. Dan houden we het simpel. Maar ik heb de overtuiging dat je een soort van bepaalde energieniveau moet hebben, dat je goed in je vel zit. Voilà. Dus, ja, die overtuigingen creëren het probleem. Dus het is bijna altijd zo. We hebben overtuigingen en het is zoals het is. Ik ga liever uit van hoe het is. Mijn overtuigingen. Het is heel dubieus allemaal. Gewoon de nee en de weerstand ervaren en te kijken. Ja, exact. Want dat is dan blijkbaar, er is weerstand. That's my job. Het gaat niet over dat ik ziek ben. Ik heb weerstand. Daar gaat het over. Waarbij inderdaad, meegaan in die weerstand, zou ik maar zeggen, dat helpt het lichaam ook niet, want het kost nog meer energie. Ja. Terwijl het lichaam misschien die energie liever zou gebruiken voor wat herstelwerkzaamheden. Ja, ik had gehoopt gewoon een soort van verlichtingsknopje te kunnen vinden daar dan. Oké, okay, bij straf. Noep. Kun je aangeven in hoeverre meditatie met onderzoeken te maken heeft? Ja. Het punt is waarom ik er vaak kritiek op heb, is wat ik heel veel heb zien gebeuren. Dan was er bijvoorbeeld onrust. En dat heb ik hier kunnen zien en bij vele anderen. En dan gingen ze gauw zitten mediteren om weer rustig te worden. Dat is een gemiste kans. De opdracht was onrust onderzoeken. En niet gauw weer in een of andere fluffy... ik voel me weer lekker. Van als je onrust voelt of angst laat doen, moet je niet een boekje van mij gaan lezen. Dan moet je die angst confronteren. Dat is de opdracht. Daarom schrijf ik en zeg ik die dingen ook. Niet zodat je het gaat aanzetten zodra je je niet lekker voelt. Weet je wel. Dus het hangt er maar van af. Er zijn allerlei
technieken enzovoorts die helpend kunnen zijn, mits ze toegepast worden met onderscheidingsvermogen. En niet om je weer lekker te voelen. Zelfonderzoek gaat niet over je lekker voelen, het gaat om het blootleggen van waarheid. En heel vaak, het ego sowieso heeft een schrafhekel aan waarheid, want het gooit de boel overhoop. En het ego houdt niet van de boel overhoop, die houdt van dat alles een beetje zo glad gestreken en er moet vooral geen gedoe zijn. En dat moet mijn dagelijkse functioneren en mijn belangrijke vriendschappen en relaties niet in de war gooien. Nou, het onderzoek naar waarheid heeft daar scheid aan. Het gaat niet over rustig. Het gaat over waar of niet waar. Dus als iemand vanuit een contemplerende, gefocuste houding dieper en dieper doordringt in zaken, en hij noemt dat mediteren, dan zeg ik top. Maar als het gewoon inderdaad creating a dull mind is, dan ja, dan kun je net zo goed blowen. Ja. Hans, kun je een voorbeeld geven van iets waar je mee vast hebt gezeten? Of iets wat tegen zat, dat je daarna ging onderzoeken hoe je dat doet? Want ik vind het een beetje vaag. Gewoon angst. Ja, dus, nou, hoe kom je daar? Voelen. Hoe ruim je dat op? Ja. Voelen. En naartoe. Wat je normaal doet, is er komt angst en die zit hier, hè? Dus bij iedereen hetzelfde. En wat je normaal doet, is je gaat nadenken over dingen, zodat je het niet hoeft te voelen. Of je pakt een of ander iets, of je zet de tv aan, of je belt je zogenaamde vrienden. Weet je wel, dus je bent constant op de loop. Nou, ik hield op een gegeven moment op met op de loop zijn en ging er gewoon naartoe. En dat kon al wandelend zijn of stilzittend. Weet je wel, erin. Dus ik ging stoppen met allerlei uitvluchten. Niet een plaatje opzetten, niet een jointje, niet naar mijn vrienden, niet naar het café. Erin. Hetzelfde dus ook als je een idee hebt dat je iets moet doen, maar het geeft je heel veel angst. Dan zou je het eens kunnen onderzoeken, ja. Ja, dat je daar dus gewoon bij blijft, omdat je daadwerkelijk je stap zet. Ja, eerst voelen. Oké, je voelt het, je voelt die angst. Ja, oké. Ja, doe het maar eens. Doe dat. Als je daar echt in gaat, en misschien kun je het beter niet doen, dan gaat echt een beerput open. Je hebt geen idee hoeveel angst er in het systeem zit. En hoe je constant bezig bent om aardig gevonden te worden, indruk te maken, succesvol te zijn enzovoort, zodat je goedgekeurd wordt door de kudde. Weet je, op het moment dat je die beerput opentrekt... Iedere keer is die angst zo groot dat ik die stap terugzet. Oh ja. Ja, cool. Dat heet vluchten. Ja. En bijna iedereen draait op een paar basisprogramma's. De grootste is weerstand tegen volledig voelen. Ja. En daarom zeggen we ja waar we eigenlijk nee voelen. Passen we ons aan. Gebruiken we allerlei shit. Zitten we constant in onze kop. Om maar niet al die rotzooi hier te hoeven voelen. En het is allemaal angst en pijn en teleurstelling. En ik voel me niet goed genoeg. En ik ben het niet waard. En ik kan het niet. Ja. Ja, dat was hier ook. En nu niet meer. En het ergste ervan is, vond ik in ieder geval, dat ik zag dat angst aan het stuur van mijn leven zat en niet ik. Ja. Al noemde ik het mijn leven, mijn keuze. Ik koos helemaal niet, de angst koos. Radicaal eerlijk zijn is er niet bij. Ja, en daar begint het dus mee. Totaal voelen en radicaal eerlijk zijn. Wat je nu dus ook doet, door te erkennen dat je draait op angst en dat je ervoor wegloopt. Dat is de eerste stap. Heel veel mensen hebben zoiets van, heb ik helemaal niet. Nou, prima, weet je wel, keep dreaming. Maar de eerste stap is erkennen, dan zei ik wel eens, de eerste stap van wakker worden is inzien dat je slaapt. Nou, en daar boven hangen, noem ik de slaapwandelen. Je leeft niet, want onder dit gebied ben je er helemaal niet. En dan zeggen we nog dat we ons met het lichaam identificeren, nou de meeste van je leven zo. Een hele grote bult energie hier zo, maar nothing is touching the ground. En dan zeggen ze dat ik zweef. Ja. Ja. Je hebt nu de mogelijkheid gewoon van
je hebt die erkenning. En wat je eens zou kunnen overwegen om gewoon een keer één op één te komen. En dan wil ik je daarbij helpen hoe je leert voelen. Want dat je iets niet kunt is geen schande, maar dat wil niet zeggen dat je niet kan leren. Of het in een uur lukt, weet ik niet, maar de meesten kunnen leren voelen en kijken hoor. Dus als daar de bereidheid is, die is hier ook, kom langs. Zijn er nog andere stappen die... kun je mij een andere tip geven hoe ik er misschien kan komen? Voor iedereen geldt, van je kunt beginnen met, de term viel net al, gewoon eens heel eerlijk kijken naar wat er gebeurt. Dus zo'n periode van eens een beetje inventariseren zou geen kwaad kunnen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, daar is een handige tip voor, kost een euro. En deze krijg je gratis overal bij de Kankerstichting of weet ik wat. Weet je wel. En dan kun je eens gewoon gaan noteren van wat gebeurt er. Dus observeer eens gewoon door een dag heen. Waar je afwijkt van wat je feitelijk voelt, waar je je aanpast. He, wat ik net al zei, waar je ja zegt terwijl je nee voelt. Waarbij je toch bij tante Sjaan op bezoek gaat, terwijl je eigenlijk, you hate her guts, maar ja, misschien sta je nog in het testament. Of. Weet je wel, al die manipulaties, als je daar eens mee begint om dat in beeld te krijgen. Woehoe! Een begin maken is heel makkelijk, maar... Heel veel mensen hebben de neiging om inderdaad ook over non-dualiteit en zo een beetje te blijven mijmeren, maar ze doen nooit wat. Ja, waar maak je dan de echte stap? Nee. Gewoon net dat meditatie daar misschien ook niet bij helpt. Hallo, het begint ermee dat je eerste dingen in beeld krijgt. En dan volgt de stap vanzelf, als je eerlijk bent. Als je werkelijk in de gaten hebt hoe je aan de ketting zit, komt vanzelf de motivatie om hem door te bijten. Als je nog niet in de gaten hebt dat je aan de ketting zit en je denkt van, nou, dat is toch allemaal goed, dan gaat er ook niks gebeuren. Het heeft met onderscheidingsvermogen, met helderheid, met eerlijkheid te maken. Ik wilde geen seconde langer zo leven. In de klauwen van angst en manipulatief en agressief en verslaafd en weet ik veel wat allemaal, weet je wel. Dus voor mij was het een enorme motivatie, dus geen verdienste overigens. Zo ging het hier, van ik spring of van het dak of ik zoek uit hoe dit zit. Want ik wil zo niet leven. Dat allerlei anderen zo wel wilden leven, top, moet je lekker zelf weten, ik niet. Nou, die motivatie kwam omdat ik begon te kijken hoe ik was. Niet hoe ik vond dat ik was, maar hoe ik feitelijk was. It wasn't pretty. Dus... Als je dat begint met in beeld te krijgen, het is net zoiets, maak ik wel eens een vergelijking van, je had altijd het licht uit in je woonkamer en dan ineens gaat het licht aan. Dan zie je alle rotzooi, de troep die je onder het tapijt geveegd hebt en de spinnenwebben. Dan kan er een motivatie ontstaan om de boel schoon te maken of om te vertrekken. Maar zolang je nog in de schemering zit, zie je niks. Dus je moet eerst beginnen te kijken hoe de feitelijke situatie is. Iedereen die denkt dat hij al wakker en oké is, weet je wel, die zal niet beginnen. Die zal dan soort, ja, als hobby ook nog wel eens een spiritueel boekje lezen, maar nothing's gonna happen. Wat oké is verder, moet niet. En ik heb ook door dat ik me daar niet mee ga redden, weet je wel, dat niet genoeg is. Goed. Want je blijft die patronen houden, ook al doorzie je ze. Nee, je doorziet ze dus niet, je begrijpt ze. Oké. Ja, begrijpen heb je dus niks aan. Nee, dat merk ik ook. Dan weet je van, oh ja, ik reageer zo, omdat ik toen ik 6 was, kreeg ik geen rode fiets. Ja. Ja, maar ik ben nog steeds zo. Ja. Dus je moet naar de emotionele component. Overtuigingen, die draaien op emotionele lading. Het is niet alleen maar een verhaaltje in je hoofd. Weet je wel, we moeten naar die lading toe. En daarom vinden mensen naar psychologen gaan zo heerlijk. Want dan hoef je nog steeds niks met die lading. Maar dan heb je niks aan. Nee, natuurlijk niet, maar je bent lekker bezig en je krijgt het voorgoed van het ziekenfonds en weet ik wat. En je kunt toch zeggen, van, ja, ik werk aan mezelf. Nou, ja. Dus waar het om gaat, is op het moment dat een patroon zich manifesteert, is een energetisch gebeuren, het dan totaal te ervaren en waar het vandaan komt en wie het gedaan heeft, is helemaal niet relevant. Wat gebeurt er nu? Ben ik in staat om te zijn met wat is? Kan ik deze angst of neiging totaal ervaren nu, terwijl die bezig is. Dus ervaren hetzelfde als accepteren? Of nee, accepteren is een trucje.
beleven. Ja, gewoon beleven hoe het is. Dus niet proberen eraf te komen, of het te beoordelen, of het weg te krijgen, of weet ik veel wat, het ervaren zoals het is. En het gaat om totaal beleven. Net zo totaal als bijvoorbeeld, als er een golf van vreugde komt, heeft bijna niemand de neiging om daar vanaf te willen, of het te onderdrukken of te manipuleren. Nou, zo zou je ook moeten zijn als er angst komt, of verdriet, of teleurstelling, of schaamte, of jaloezie. Totaal ervaren. Op een gegeven moment wendt je systeem eraan om alles totaal te ervaren, maakt het ook geen onderscheid meer tussen welk kleurtje, en kun je zijn met whatever. En anders moet je je hele leven blijven zeggen van, nou, die dingen wil ik allemaal niet, en deze wel. Nou, veel succes, want je krijgt alles. En nooit maar de helft. Hoe ga je dat? Ja, maar die hoe-vraag is gewoon overbodig. Het is veel meer een stoppen met wat je nu allemaal doet. Dus erover denken is weerstand bieden. Dat is doen. Snap je? Weglopen is weerstand bieden. Het weg willen mediteren is weerstand bieden. Babbelen met je vrienden erover is weerstand bieden. Dat is allemaal doen. Ermee zijn is geen actie. Dat is juist het ophouden met acties en het gewoon ervaren zoals het is. Dus strikt genomen doe je dan niks. Geen afleiding, geen weerstand. Nee, is helemaal niet moeilijk. Als je helder hebt dat al die andere dingen die ik opnoem doen is, is het gewoon een kwestie van daarvan afzien. Dit is doen. Nou, doe dat eens niet. Wat gebeurt er dan? Dan vallen die handen vanzelf zo. En dan zijn ze ontspannen, ze doen niks. Maar heel functioneel, als het nodig is. Voilà. Yes. Daarom maakt het ego de dingen ook altijd erger op voorhand dan het eigenlijk is. En hij roept ook altijd alsof hij een toekomstvoorspeller is. Als je dit gaat voelen, nou, dan ga je dood of dan word je gek. Nou, jongen. Of als je echt eerlijk en waarachtig gaat zijn, dan raak je alles en iedereen kwijt. Nee hoor, alleen een soortje losers. Die je beter kwijt kan zijn. Wat is je doel? De meeste mensen weten dat niet eens. Hè? Zo grappig, maar wat wil je nou echt? En dan niet een nieuwe auto of een... Dat is allemaal irrelevant. Dus in mijn beleving... Als iemand een doel helder heeft, al dat gelul over inspanning en dat najagen is gewoon overbodig. Als het doel helder is, gaat alles daar vanzelf heen. Maar wij projecteren overal die ego-figuur erin, zodat hij het kan claimen. Wil je daar iets meer over zeggen? Ego-figuur. Kijk, dingen gebeuren gewoon, hè. En dan komt het ego en die claimt het. Ja, dus je zegt iets, je was het niet van plan, je zegt iets en het valt niet in goede aarde. En gelijk staat er schaamrood op je kaken. Dat komt omdat die ego-figuur zegt, oh, ik heb iets verkeerd gezegd. Maar feitelijk, er werd gewoon iets gezegd. Het kwam spontaan. Nobody was doing it. It just happened. Of, omgekeerde, je zegt per ongeluk iets en dat valt in goede aarde. En dan zegt het. Dat heb ik gedaan. Op dat moment dat het gezegd werd, was hij er helemaal niet. Nou, we krijgen aangeleerd, dat noemen we opvoeding van kleins af aan. Jantje, doe je best, want dat is beter voor je toekomst. Opletten, erbij blijven, nog een sommetje. Oh, heb je hem al gemaakt? Dan krijg je nog een moeilijker sommetje. Goed zo. En zo worden we van die schijnbaar doelgerichte wezentjes die allerlei zinloze doelen najagen. Die niet werken. Hè? Want een relatie moet je hebben, dan word je gelukkig. Een baan moet je hebben, want dan word je gelukkig. Weet je wel. En ik zie niet zo heel veel van die heel gelukkige mensen. Maar generatie op generatie trappen we er weer in. Nog een trouwjurk en weer een baan. Ja, ik krijg een auto van de zaak erbij.
So what do you really want? Iemand kan roepen, dit of dat is mijn doel. Ik ga gewoon rustig afwachten en kijken wat er gebeurt. Want het blijkt vanzelf uit wat er gebeurt wat het doel is, niet wat iemand denkt. Helpt het? Probeer achter te komen wat de doelen van al jouw neuroses zijn. Dus die echte doel, dat al die acties is, of is dat ook... Ja, dat is best wel leuk eigenlijk. Ja. Ja, dat is een goeie. Als je een neurose te pakken hebt, van wat probeer ik hier nou eigenlijk? What's the point? Alles wat plaatsvindt, doet het ergens om. Daar kun je achter komen. En dan kom je uiteindelijk achter bij dat er een hele pool angst is. En dat er heel veel strategieën zijn om daarbij uit de buurt te blijven. Dat is eigenlijk het doel van alle reacties. Angst is een beetje de main engine of het hele gebeuren. Zelfs in het ik hou van je schat zit de angst al. De angst om er kwijt te raken of dat ze dood neervalt of... Misschien toch iemand anders leuker vindt, wat ook heel begrijpelijk is natuurlijk. Altijd een leuker iemand. Het is moeilijk omdat het zo subtiel is. Dus als je op een podium moet staan, dan voel je de angst. En dat is iets heel behapbaar, dat is iets concreets. En vaak, Heel vaak als mensen zeggen subtiel, bedoelen ze vaag. Als je er dichterbij komt, wordt het steeds minder vaag. Maar het is handig misschien om met wat dingen die nogal in het oog springen. Dus ga eens een keer er rustig voor zitten in plaats van te mediteren. En stel je voor dat je partner met het plaatselijke hockeyteam een feestje heeft. En daarna niet meer terugkomt. En dat je ook al je geld kwijtraakt. En dat eigenlijk niemand je meer aardig vindt. Als je dat echt even goed voor de geest haalt, dan ben je vrij snel bij de lokale brandhaard. Al die dingen die we de hele tijd proberen te vermijden, ook vermijden om over na te denken, dat zijn ingangen voor degene, nogmaals binnen de context, voor degene die een grondige opruiming willen hebben. Ja, dan heeft dat nadenken toch ineens weer zin. Ja, als beginpunt nogmaals. Om het te activeren, goed opletten. En daarna stop je met denken, ga je voelen.